Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een tutorial voor jullie hoe je een sjaal breidt. En dat is gedaan met de plant color pooling techniek. Het is een ribpatroon en de kleuren die komen steeds in een bepaald patroon zo terug. Dit is één soort wol met kleurverloop en die kleuren die kruisen elkaar zoals je hier net kunt zien. En dat gebeurt zo de hele sjaal langs steeds weer. Door de color pooling techniek. Het is in principe relatief makkelijk te doen. En ik leg natuurlijk helemaal uit hoe je dit opzet zodat de kleuren elkaar mooi blijven kruisen. Dit is de wol die ik gebruikt heb. Dit is Woolly Hugs Plan wol. Dus dit is echt bedoeld voor plant pooling zoals er ook staat. En dan krijg je dus vanzelf die kruisende kleuren als je het allemaal goed opzet. Dus met merino's wollen en katoen, 100 gram is zo'n 220 meter. En even kijken hoor, kleur is dan 86. Dus deze hier. Even kijken, wat staat er nog meer? 5,5 of 6,5 voor de naald. En ik gebruik die voor het breien hier. Ik dan een 6. En het opzetten van de steken doe ik met een iets grotere, zodat het niet allemaal te strak wordt. 50% wol, 28% katoen en 22% polyamide, dus best wel warm. En dan kan ik gaan beginnen. Ik heb al eventjes anders opgerold, omdat ik al uit heb geprobeerd hoe ik het een beetje op moet zetten. Ik heb al eens eerder plant color pooling video's gemaakt. En als je die gezien hebt, dan weet je dat het soms best wel krap komt hoe je dit opzet. Ik haal deze eraf. En dan zet ik een wat grotere naald erop, zodat ik dus niet te strak mijn steken opzet. Als je dit super strak opzet, nou, dat is niet alleen moeilijk om te breien, maar dan is het ook moeilijk om plant color pooling nog een beetje goed voor elkaar te krijgen. Het punt van deze wol is dat je steeds exact hetzelfde kleurverloop hebt en dat verschuift zich over het aantal steken dat je hebt. En om dat goed op te zetten moet je dus eerst kijken hoe het kleurverloop daadwerkelijk loopt. Het begint met een beetje crème, dan komt er grijs, licht turquoise of mint. Dan een beige-achtige tint, dan komt er weer wat mintkleurigs voorbij. Dan weer grijs. En dat is het eindpunt van dit kleurverloop. Daarna beginnen we weer opnieuw met het crème-achtige wit. Dus zo verlopen de kleuren. Hier begint hij weer opnieuw. Dus steeds als ik bij wit ben, beginnen we opnieuw. En bij deze overgang, daar begin ik met steken opzetten. En dit doe ik nu over het gehele kleurverloop. Ik doe het niet al te strak, zoals gezegd, zodat ik wat speling heb. Dus over het hele kleurverloop ga ik verder met het opzetten van mijn steken. Hier zie je dan het kleurverloop als alle steken zijn opgezet. Dus over het hele verloop. En we eindigen bij het tweede stuk grijs. Die eerste rij die is het belangrijkst. Dit is de basisrij en hierop moet de kleur iets gaan verschuiven. En om zeker te weten dat dat gaat gebeuren, zet ik een paar steken extra op. Dan weet ik in ieder geval zeker dat de kleuren verschuiven in de volgende rij.
Zo, het wit heb ik er ook nog even bij meegenomen. Dan weet ik zeker dat het gaat lukken. Nu kan ik de dunnere naalden er weer op zetten en daadwerkelijk gaan breien. De eerste gaat gewoon zo direct over. De tweede brei ik recht. Dan averecht. Weer recht. En weer averecht. En dat wordt zo afwisselend gedaan totdat ik aan het einde van de rij ben gekomen. Ik ben hier nu met grijs begonnen. En dan gaan we over naar het crème-achtige wit. Ik let er wel op dat ik dit vrij losjes blijf doen. Anders dan verschuiven de kleuren niet zoals ik dat wil. En het is ook heel belangrijk dat ik het ongeveer hetzelfde blijf doen met de hoeveelheid spanning op de draad. Anders dan verschuiven de kleuren ook niet regelmatig. Zo, ik ben bijna helemaal klaar. Het hele kleurverloop heb ik weer zo gebreid. Ik ben hier aangekomen. En hierom had ik dus een paar steken extra gedaan. Anders verschuift hij niet zo mooi en dan loopt het hele project in de soep voordat je echt eigenlijk begonnen bent. Dus soms kost het wel wat meer moeite, moet je gewoon een beetje experimenteren met de hoeveelheid steken. En als je dan eenmaal onderweg bent, dan gaat het wel wat vlotter. De steken die ik over heb, die ga ik straks uithalen. Ik neem deze nog even bij. En de laatste steek moet wel recht gebreid zijn. Dat is belangrijk voor het patroon. Daar kan de draad uitgehaald worden. En deze steken haal ik voorzichtig uit, want die gaan we niet gebruiken. Deze draad wordt straks natuurlijk als ik klaar ben nog weggewerkt. Zo, dus dit is nu de basis voor onze sjaal. En als we nu zo verder gaan, op dezelfde manier met het recht averecht afgewisseld en dezelfde spanning op de draad niet te strak breien, dan krijgen we vanzelf het patroon dat zo typisch is voor color pooling. Ik heb hier nog een klein stukje over van deze kleur. En dat helpt dus mee aan de verschuiving van de kleuren. En als je hem sterker wilt laten verschuiven, dan heb je natuurlijk een grotere afwisseling nodig in de hoeveelheid wol in deze kleur die je nog over hebt. Dus dit is een relatief kleine verschuiving die hier teweeg wordt gebracht. Zoals eerder gezegd, het is allemaal ook een beetje afhankelijk van hoe strak je breidt. Doe dat alsjeblieft niet te strak, want dan krijg je op een gegeven moment je naalden niet meer in. Ik spreek uit ervaring, dat wil je echt niet. Ik ga weer verder met vrij losjes breien. De eerste neem ik gewoon gelijk zo over op mijn naald. En dan begin ik weer met recht breien. De eerste steek. Die is dan nog wit. De volgende die gaat averecht en die is donker. En nu krijgen we dus die verschuiving al een beetje. Hij is nog niet duidelijk te zien, maar ik laat hem straks natuurlijk goed zien als dat het geval is. Je ziet hier eigenlijk maar twee steken in een andere kleur in de volgende rij. Breien doe ik steeds afwisselend recht en averecht te steken. Ik raad je wel aan om zo losjes mogelijk te breien. Want hoe strakker je het doet, hoe moeilijker het jezelf maakt. En dat heeft ook invloed op het effect hier. Ik ben nu aangekomen bij de volgende rij.
Deze wordt weer direct op de andere naald gedaan. En ik begin weer met een rechte steek. Dan averecht. En nu wordt de verschuiving al wat beter te zien. We hebben nu 3 lussen in wit op de andere naald. Dus hier is de verschuiving duidelijk aan het worden. Dus hier hadden we wat minder in de vorige rij, nu wordt dat al steeds meer. En in iedere volgende rij zal dat duidelijker gaan worden. En in deze komt nu, zoals je ziet, het grijs al tevoorschijn. Ik zal het eventjes hier wat laten zien. Het is nog steeds niet heel duidelijk, maar je ziet al, er komt wat meer wit in deze hoek terecht. En het grijs verschuift van de rand vandaan. Hier zo allemaal wat wit en daaronder het grijs. Hier is de wisseling weer. In de vorige rij had ik daar al mint ertussen zitten. En die wisseling komt in deze rij er nu ook aan. Dus de techniek werkt deze keer. Dat is echt heel fijn, want dat betekent dat ik het niet helemaal uit hoef te halen. En geloof me, dat gaat zo zwaar frustreren als je met je 4e/5e poging bezig bent. En de kleuren wisselen elkaar nog steeds niet af zoals je wilt en zoals het hier nu wel gebeurt. Hier ga ik weer naar de volgende kleurwissel. Vindt ook op een iets andere kleur, op een iets andere plek, sorry, plaats dan in de vorige rij. Het zijn wel dezelfde kleuren natuurlijk, want het kleurverloop herhaalt zich de hele tijd. Dat ging niet helemaal goed met die steek, dus die moet ik eventjes terug doen. Houd er erg in dat je het dus afwisselt met recht en averecht. En dan ben ik weer aan het begin van de volgende rij, dus deze kant direct over. En nu heb ik alweer meer steken in het witte. Hier was het in het begin net 1, daarna werd het 2. En nu zit het gemengde stukje precies in de derde die ik gebreid heb in de 4e lus op mijn naald. Dus alles verschuift zo net een heel klein beetje. Dit is wel een soort van minimale verschuiving die je ongeveer kunt verwachten als je dit doet. Maak je hem nog kleiner, dan is het eigenlijk alweer bijna tegen het incorrecte aan, als in dan is de kans groter dat je kleuren niet meer verschuiven wanneer je net één steek wat strakker breidt dan andere. Daar komt de volgende wisseling van kleur alweer aan. Ik moet wel op blijven letten dat ik ze op de juiste manier brei. Dus die moet ik eventjes corrigeren. Deze was recht en die was averecht en niet andersom. Hier weer recht. En hier zie je dan welke kant op de kleur verschuift. Ik ga nu een paar rijen verder. En dan laat ik zien hoe het er nu uitziet. Ik heb trouwens even een ander draadje erin gezet. Dus vandaar dat die in een andere kleur is. En nu zie je mooi hoe de kleuren bij elkaar komen en hoe ze aan het verschuiven zijn. Dus we hebben eigenlijk
vrij massieve vlakken nu op dit moment in alle kleuren. En die zijn aan het verschuiven en lopen in elkaar over. En dat wordt straks nog wel duidelijker als ik nog een paar rijen verder ben. Maar voorlopig liggen de kleuren op deze manier ten opzichte van elkaar. Hier zo ongeveer zal het zich gaan kruisen, vermoed ik. Maar dat wordt later nog wel duidelijk. Op dit moment hebben we alleen dit. En straks laat ik nog eventjes zien wat je moet doen als je naar een andere bolrol wisselt. Dit is 30 centimeter. En ik vind hem heel goed gelukt tot nu toe. Zoals je ziet lopen zo die rijen een beetje kruislings door elkaar. Je hebt dan een massief vlakje in het midden. In sommige kleuren is het net wat groter dan in andere of net wat opvallender. Misschien is het gewoon optisch bedrog. Hoe dan ook, je hebt kruisende rijen met in het midden steeds een massief vlakje. En tussendoor loopt het ook een beetje zo in elkaar over. Het is een heel mooi patroon waar je eigenlijk, als je het eenmaal op hebt gezet, relatief weinig moeite voor hoeft te doen. Maar mijn bolwol is ongeveer op. Dit is dus als de eerste bol op is. Dat duurde nog eventjes. Ik had dat een beetje verkeerd ingeschat. Dus hier kwam ik nog een stuk verder mee dan verwacht. Maar goed, hij is wel klein voor een sjaal zoals die op dit moment is. En ik ga dus overstappen op een andere bolwol. Daar moet je iets voorzichtiger mee zijn dan wanneer je met normale wol werkt. Want je zit met dat kleurverloop, dat moet overeenkomen. Dus ik heb hier zo het begin. Dus ik moet even controleren of de kleuren op dezelfde manier voorkomen. Dus mint kwam na grijs wat na crème kwam. Even kijken. Mint, ja, dat klopt. Dus op deze manier zit ook deze bolrol in elkaar. Komt overeen met wat ik hier op mijn naalden heb. En nu moet ik het nog op de juiste manier op elkaar aan laten sluiten. Ik ben nu bij deze wisseling van mint naar bruin. En waar de draden elkaar afwisselen, dat wordt straks nog eventjes weggewerkt. Ik ga eerst deze zo overnemen op de andere naald. Dan brei ik deze zo recht. En de volgende is averecht. En daarvoor gaan we de nieuwe draad erbij pakken. Dus ik pak de nieuwe draad in plaats van de oude draad. Trek ik ze stevig aan de oude. En ik brei nu gewoon de volgende averechte steek met de nieuwe draad. En dan ga ik verder alsof er niks gebeurd is, gewoon afwisselende rechte en averechte steken. Zo zie je helemaal niet dat er een nieuwe bol bij is gekomen, behalve natuurlijk aan deze twee draden. En die moeten nog wel eventjes straks als de sjaal klaar is worden weggewerkt. Voor nu kan ik gewoon verder gaan met breien zoals ik dat de hele tijd al heb gedaan. En buiten die twee draden om die ik hier heb zitten heb je natuurlijk alleen een begin- en een einddraadje dat ook nog weggewerkt moet worden. En ik laat jullie natuurlijk het eindresultaat nog zien. Dit is alles wat ik op dit moment over heb van de tweede bolwol. Ik denk niet dat ik daar nog een hele rij mee kan doen, dus we gaan deze sjaals afronden. Hij is zo'n 140 centimeter lang, 35 centimeter breed. Het is geen enorm grote sjaal, maar dus wel lekker breed.
En het enige wat ik nu nog hoef te doen is afkanten. Nog eventjes het patroon in beeld met de strepen, hoe de kleuren elkaar kruisen. En wat ik nu nog moet doen is het afmaken. Dus ik heb deze twee lussen zo op mijn naald, maar die heb ik verkeerd gebreid. Die moet gewoon recht zijn. En dan haal ik de achterste over de eerste heen en dan kan ik die zo af laten gaan, zodat ik nog maar één lus op mijn andere naald heb. Deze wordt averechts gebreid en dan de achterste over de voorste. Zo wordt dat weer gedaan. En dit is dan het einde zoals dat eruit komt te zien. En zo moet ik natuurlijk de hele rij nog eventjes doen. Ik heb alleen nog de laatste twee. Dus de achterste kan weer over de voorsteen. En dan trek ik dat even stevig aan. En dan is de sjaal af. De bovenkant is klaar. En nu moeten alleen deze draadjes nog eventjes weggewerkt worden. Verder zijn we helemaal klaar. Ik heb nog een klein beetje wol over. Ja, daar had ik nooit meer een hele rij nog van kunnen maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Ik vond het weer eens leuk om eventjes wat anders te doen. Deze keer dus plant pooling. Als je de video leuk hebt gevonden, geef hem dan een duim omhoog of laat een reactie achter. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal en dan op het klokje naast de abonneren button klikt, zodat je nooit meer een video van ons mist. Dan zie ik je in de volgende video hopelijk weer. Tot dan en dag!